Nou, ik ben vandaag bij Charlotte in Amsterdam. En daar ben ik lekker een dagje aan het chillen. Paardrijden. En deur fixen. Dus we gaan nu eerst een deur fixen. Want Charlotte denkt, we gaan gebruik maken van Sophie. Ja. Dus dat gaan we nu eerst doen. Het is wel echt veranderd hoor. Nu al? Ja, veel gespierder. Bulldozer. Charlie! Hey. Hallo! Hallo! Ga je een nopje? Hallo? Oké. Hier is Nancy. Hier. Oh. Goed zo, Charlie! Ik wil een kusje. Ja. Smakkie, smakkie. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Oh, mooie lippen. Hij doet het echt heel goed. Ja, schattig hè. Ze is zo... Ik smeer gewoon je vinger. Ja. Als het maar lekker smaakt. Wat doe je? Mooi. Zo even springen. Het is echt al een half jaar geleden dat ik dus Charlie heb gezien. Dus dat is echt, zeg maar, Charlotte en Charlie. Dus dat is echt al super lang geleden. Maar ja, ik zie echt dat ze veranderd zijn. Het is echt super leuk. En we gaan dus nu weer sinds, ze heeft al een hele lange tijd niet gesprongen. Dus ik ga haar daar weer even mee helpen en zo. En dan ja, gewoon even kijken hoe het gaat.
You can do this, pony. Nou, Sofietje is aan de beurt. Ik heb net gesprongen. Voor het eerst sinds forever. Vind je ze lang? Hoe kun je hiermee springen? Nou ja, niet. Nee, zag je toch? Maar voor het eerst, hoeveel centimeter gesprongen zo? Nee man. Het zou wel cool zijn. Maar ja, ging echt wow, wat ingezoomd. Het ging heel erg goed. En ze was ook niet, hoe noem je dat? Ze was niet snel, ze ging niet bokken, ze ging niet stijgeren, want dat vindt ze heel erg leuk om te doen. En ja, dus nu mag Sophie. En Sophie gaat ook springen. Ze weet nog niet of ze het wil, maar ze gaat gewoon sowieso. Nu even een beetje aan elkaar wennen op de wei, want de bak is een beetje zwaar. En hier is het gewoon ja, fijner voor het paard. En dan gaan we daar straks even een sprongetje maken. Oh, daar gaat ze al hoor. Let op. Echt zo klaar. Kom maar. Jezus, ziek bukken. Nee joh. Nee joh. Beetje. Oké, wacht je even hier. Ik moet de deur dicht doen. Oh, oh, billen. Kijk, ik doe die deur open en ik zie billen. Lekker kontje, Charlie. Volg mij maar. Het is een beetje gek van die vliegtuigen. Wie jij? Ja. Live in Amsterdam. Hoe is die? Kijk dat hoofd erbij. Het is wel... goed. Je bent zo lief. Jee, je bent zo braaf. Je bent zo braaf, hè, Charlie? Oh. Nee, vlieg eens. Jij bent een beetje hoog. Ik ben een beetje hoog. Ik moet weer zo. Ja. Doe het! Doe het! Helemaal niet. Heel klein stukje. Oké, go, go, go! Die zie ik dus niet meer terug. Kom maar! Ja! Wat lief! Niet zo heel lief! Ik zit er echt van. Gaan we dit echt doen? Wat lief! Zo, kijk mij, mama! Ik ben stoer! Ja! Goed zo! Goed zo! Goed zo! Auw. Sophie en ik hadden een tijdje terug video gezien op YouTube. En dat was dat je
Je paard moest afzadelen terwijl je erop zat. Dus dat gaat Sophie nu proberen. Alleen Charlie is wel een beetje terror met dat soort dingen. Dus, Wat? Dat Charlie wel een beetje terror is met dat soort dingen. Ja, misschien is het zelf. Ik denk alleen niet dat je zeg maar achter haar kont gaat zitten, kan zitten. Dan gaat ze wel stijgen. Oh my god. Het is los. Maar hoe krijg ik nu die martingaal los? Ja, wacht. Ik doe wel dat clipje. We spelen een beetje vals. Oké. Jezus, hoe de fuck ga ik dit doen? Ja, niet. Ik denk wel dat je het zadel, dat je de single eraf kan halen. Maar dat je op het zadel moet blijven zitten. Oeh. Houd single vast, hè? Oh! Loser. Hoezo? Hij moet er toch gewoon. Nee, maar die mensen namen het mee. Oh. Helemaal. Maar ja, dat gaat niet. Ja, deze challenge is nu al mislukt. Nee, het kan nog wel. Doe eerst het borsttuig af. Ja, weet je hoe onveilig ik nu zit? Ja. Ik zou doen dat ik het Daarom. Nee! Sofietje, die gaat vallen. Ja, dat klopt. Oh! Die gaat vallen! Blijf zitten, hè? Blijf zitten! Nou, dit moet je lukken, denk ik. Als je hem eraf hebt, dan neem ik hem van je. Ja! Maar ja, en nu? Ja, dat weet ik ook niet. Hoofdstel. Het hoofdstel afdoen. Ja? Want ik denk... Nee, maar dan doe ik wel... of je zadel, maar ik denk dat ze dat niet zo grappig vindt. Nee, dat zou ik ook niet doen. Wacht. Even kijken, waar is Hasse? Ja, oké. Wat lukt nog? Hallo. Ja hoor, het lukt er ook nog. Uh-oh, maar daar moet ik filmen zo meteen en dit ding vastmaken. Wacht, ik zet het even ergens neer. Anders ben ik bang dat je straks wegrent. Ja. Oké, stop ik daarheen dan? Oké, doe maar. Weten, Charlie is nog maar 4 jaar, hè? 4 jaar en nu 2 maandjes nog maar 4. Ja, zoiets. Sorry? Mei. Mei. Eind mei, 18 mei. 18 mei. Dus nu, mei, juni, juli, nog niet eens 2 maanden, 4 jaar oud. En ze heeft hem dus vanaf 2,5 jaar. En hij is echt zo braaf. Ja. En hij is ook echt in dit jaar echt heel erg veranderd, vind ik. Nou, de laatste keer was hij 1,5 jaar geleden, 2 jaar. Ja, een halfjaartje terug. Ja. En we gaan hem nu even lekker wassen. Want het is warm. Warm. Wow. Dat is leuk om het te pesten. Maar soms dan nog het drinken. Ja.
Nee, mama. Ik wil niet. Die is gemeen, hè? Mama is gemeen. Hallo. Pixel is net ontsnapt. Er kwam net een nieuw stalgenootje aan. Die wilde het andere paard, eigen paard uit de wei halen. En toen, ja, deze moest eruit. Gelukkig vang je hem meteen. Frieten! En als ze op heeft, dan gaan we de hele fixen. Zo, nou, ik ben inmiddels thuis aangekomen, zoals je ziet. En ja, super gezellig met Charlotte. Gewoon altijd leuk. Ik ken Charlotte trouwens van instructieweek van de KNS. 2 jaar geleden. En ik denk dat wij ongeveer gemiddeld elkaar om 2 maandjes zien of zo. Dus dat is echt gewoon heel leuk en gezellig. En ik dacht, ik kan jullie eigenlijk thuis ook wel even meenemen nog naar mijn trainen. Ik ga Bluff namelijk even rijden en ik ga Whisper even doen. Morgen is namelijk een spannende dag. Ik ben even bezig met mijn herindeling. Oh, jongens. Ik heb namelijk best wel veel poetspullen, verzorgingspullen. En ik heb dat allemaal in een krat altijd. Misschien zegt jullie dit ding wel wat. En die heb ik dus leeg gehaald. En dit is dus het nieuwe. Dat tasje had ik altijd al. Die had ik ook altijd al. Maar die gebruikte ik dus nooit. En nu moet... Maar goed, nou ja, zoals je ziet is alles ook vies en goor en boch. Die mag daar nog in. Dit is nu mijn poetstas. Het is eigenlijk een captas, maar hier zitten mijn poetspullen in. Ik heb eigenlijk een officiële poetstas nodig, zoals gewoon borstels. En mijn peesbeschermers. En dus mijn handschoentjes komen hier nog in. Dit wordt de tas die ik eigenlijk altijd gebruik. Dus voor het rijden en zo. En deze gaat ook altijd mee. En hier zitten dus, nou ja, babydoekjes in. Mijn shampoo, een single verlenger. Nou ja, scrub. Eigenlijk zitten hier bijna al mijn verzorgingsproducten in die ik geregeld nodig heb. Ik heb er natuurlijk nog veel meer. Spons kan hier nog bij in. Dit zijn mijn handschoenen nog. De caphoes doe ik daar ook bij in. En ja, dan is het even geordend. Nou, en ik heb de trailer verder ingepakt. Dus ik kan zo met Bluff vertrekken naar de manege. Ik heb deze nog even nieuw gekocht. Ik ga binnenkort de shoplog opnemen, jongens. Vliegenmasker. En ik heb dus nog een pak vlas gekocht. Dit is voor in de trailer. En wij gebruiken dus altijd vlas in de trailer. Omdat Bluff die plast best wel veel in de trailer. Hij plast gewoon in het algemeen heel veel. En dan is het fijn dat daar gewoon bodembedekking in zit en dat het niet spettert. En... Dus, nou ja, trailer open en dan kan ik hem ophalen. Ik ben alleen vandaag, maar dat is geen probleem. En dan ga ik dus Bluff lekker meenemen. Nou, ik ben op mijn manege aangekomen. En ik ga eerst even kijken bij Wis. Die staat lekker in de buitenbak namelijk. Ze hebben de afspraak dat ze dus niet bij andere paardjes staat. Ze staat er nu ook alleen in. Dus kijk. Missy! Missy! Hey! Hallo? Nou, chill jij hem nog maar even. Ik ga Bluff wel eerst doen. Ik ben nog wel even lekker buiten, dus ik ga eerst mijn spulletjes van Bluff pakken. En die ga ik eerst maar rijden. Dan ga ik daarna Whisper doen. Dat is gewoon een goede verdeling, denk ik. Throw it back way. You know that I don't play. Treats not safe, but I never run.
never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. Zoveel kunnen filmen. Beetje druk. En hier is het een beetje donker. En hier is Wiesje. Ja! Wiesper staat dus nu op de manege. En niet bij ons thuis. Omdat, ja, ik heb ervoor gekozen omdat dit voor verkoop een beetje makkelijker is. En ik heb haar benen gedaan. Wacht even. Ik weet niet of jullie dat gaan kunnen zien. Maar kijk, haar beentjes. Nou, haar benen staan dus nu in de klei. Dat is event in klei. Ik ga er later nog wel een video over maken met hoe ik mijn paarden afkoel. En die heeft ze dus even op de voorbenen. Die haal ik er morgenochtend weer af. Goed zo is, heel goed. Die ga ik er morgenochtend weer af aan haar beentjes wassen. En dan mag zij weer lekker naar buiten. Dus even om haar beentjes goed te laten koelen. Het is wel belangrijk met het warme weer en dat is wel even fijn. En ik ga nu Bluff naar huis brengen. Ik heb heel fijn gereden. Ik heb even buiten gereden op het gras. Ging eigenlijk wel heel goed. Hij wordt dressuurmatig echt beter. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik ga dus nu even naar huis rijden. Iets met, ik kan niet met klei overweg. Oh jongens, dit was net uit de was. Hier ook. En daar. En daar. En daar. En daar. En verder niet, maar jezus. Zo, doe even normaal. Zo, nou, ik ben thuis aangekomen. De trailer staat weer op zijn plekje. Dus ik ga nu even de stal schoonmaken en zijn voer klaarzetten. En dan kan Bluff lekker op stal. Nou, ik heb alles gedaan. Bluff heeft lekker eten. En water en kaal voor de hele nacht. Dus ik ga zo ook lekker naar huis. En ik wil hierbij dus deze hele lange dagvlog afsluiten. Ik heb jullie echt vandaag de hele dag meegenomen. Eerst naar Charlotte en toen nog even een beetje in mijn training. Ik heb natuurlijk geen trainingsvideo's vandaag voor jullie. Omdat ik dus alleen was. Maar ja, ik hoop toch dat jullie dit een leuke video vonden. Hé, Bluff? Geef even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren voor nog meer video's. En voor nu. Doei!